Yo, we zijn er weer met een nieuwe challenge accepted. Dat wil zeggen, we gaan een challenge accepten. Nou, die zag je niet aankomen, hè? Ja, we lagen er trouwens ook even een weekje tussenuit, want luiheid. Maar toch, geniet van deze nieuwe challenge accepted. En ook allemaal bedankt voor alle leuke reacties op vorige aflevering hiervan. Nu, ja, je ziet het al. We gaan proberen een of andere lastige fucking track in GTA 5 te proberen te doen. En de bedoeling is, wie hem zo snel mogelijk doet, die wint. Dus geniet mee van deze falende GTA Online challenge accepted. Tell them this is celebration. First round, we're back. Dude, je hebt hier die flying shit, hè? Je gaat zo mis. Oh, kut. Oh, je trekt schuim, dat is slim. Oh, wat? Nee! Oh, prima val. Ja. Ja, even, zijn knieën zijn nog oké. Ja, tuurlijk. Ook echt alleen maar zijn knieën. Het is echt alsof niet zijn armen en de rest van zijn lichaam ook gewoon de prijs op zijn, weet je wel. Ik heb full strength en stamina, dus dat is denk ik helemaal goed. Oh ja. Gewoon niks gebeuren. Nee, ik vind dat Daniel te goed doet, wel echt een moeilijke route te nemen. Oh, dikke tricks! Oh, dikke show! Stylepoints, jongen. Ja, maar goed, dat zijn de secondes waar hij dan ook gaat verliezen. Oh ja, kut. Oh, kut. Hier had ik moeten springen. Springen? Dat ook weet op bumper. Oh, kut! Oh, dude, nee! Nou! Ja, maar dit is kut. Ik ga niet hard genoeg. Tuurlijk wel. Mooie landing. Ja, hè? Vet, hè? Het is ook zo'n stom stukje, dit. Wow. Maar nu weet ik alleen niet waar. Moet ik springen? Niet eens een backflip van style. Nee. Style points zijn bij deze weer revoked. Ja. Oké, style points. Ah, kut! Dood! Ga dan. Ja, Hopper heeft echt zo'n val door gewoon perfect te vallen, maar één zo'n rondje of zo. Ja, dat is echt... Wel echt een moeilijker moeten nemen, dat wel. Stelpoint voor ook nog mensen aanrijden. Tuurlijk. Zo stoor. Oh, hier is de finish. Oh, dat... You finish first! Woehoe! Ik heb gewonnen. 2-3. Oké, je kunt het! Ik ga ervoor, nah. Jongen. Oh, burn! Oh, bom, we gaan meteen, hè? Oh. Wat doe je? Ik ga voor een style point. 3. Bluff dat je de 3 doet. Jongen, ik ga gewoon voor de 4 door. Oh, wow. Oh, wacht. What? Oh, shit! Oh, jongen. Ik ga voor de style. Ik ga volledig voor style. Ja. Oh, what the fuck, man! Dat overleeft niet. Wat? Nice! No way! Tuurlijk wel. Hij wint nu al. Holy shit. Oh my god. Wat was een judo kick of zo? Oh, dat gaat niet worden. Ja, jongen, als hij een judo kick kon doen. Ik mis wel echt die Matt Hoffman tricks. Oh. Mark jump. Style point. Ja. Dat is toch jump? Toch nee, voor rechter bumper. Ja, dat is toch de bovenste bumper? Ja. Ja. Er is maar één bumper. Oké, wat is er dan echt twee? Oh, wat? Huh? Wat? Wow. Mooi. Dat saves mij weer wat tijd. En nog een. Wow. De timing van die jump is wel raar. Waar is die style nou? Geen wonder dat hij net niet echt ging jumpen. Oh, nice. Precies. Oh, hij mikte hem zo in. Oh. Wow. Ja, jongen. Dikke 360, wat? Salto. Hoppa. Oh, damn. Ja, die gouden wint gewoon op stijl. Fuck. Helaas. Weer dat randje. Dat randje is wel echt heel nice. Maakt niet uit, style points zijn belangrijk. Doe dan wheelie. Met je bakjes. Jij kan zeker geen wheelie, of wel? Ja, hoe dan? Je mag je naar voren en dan naar achter leunen, denk ik. Wacht, hoe dan? Ja, oh ja, daar ging hij. Oh, wacht, niet jump ingedrukt houden. Nee, ja. Nee. Oké. Okay. Wow! Oh, shit, sorry. Ik dacht dat
Ze gaat echt vol tegen die wand aan. Dan gewoon je back. Die finish is veel te episch. Hoppa! Oh. Mooi finish, jong. Valt nog mee eigenlijk. Ah, oké. Okay. Oh, langzamer dan vandaag. Woo! En I feel off in the midst of getting my thrills off. And I drive off energy from inner cities that we lost. Dat gaat echt heel snel. Oké, okay, let's do it dan. Ga dan. Oké, okay, ik ga ook voor die style points. Ja, maar jij moet op het vuur vallen. Ja, nee. Gaat jawel, jawel, dan komt er nee. Komt er komt oh, kut! Oh, oh, oh kut! Oh, yes. Nice! Come on! Nice! En oh, oké, okay. Ja, andere style points dan. Ja, oké. Okay. Ik ga wel gewoon voor dope turns. Kan ik die... Ja, ik wil die schans daar wel raken, als dat mogelijk is. Ja, tuurlijk. Je schans in je hoofd. Oh, wat? Huh? Wat gebeurt hier? Nice. Dat is een knap eigenlijk. In de baan. Ja, ik ging een beetje door de baan heen. Maar niet op de goede manier. Misschien geeft hij wel echt een beetje inderdaad stunt dingen. Dat je ook even een leuke truc of zo kan doen. Ja, dat je even je afwieltje pakt. Dus ja, het is wel jammer dat ze dat er niet in hebben. Oh, fuck. Oh. Super beperkt spel ook. Ja! Furieus aanblijven drukken ook gewoon, hè? Dat is toch de way to go? Nee. Oh boy. Wow, ja, echt. Tapping sound intensifies. Tapping sound intensifies, één laat. Wacht, ik ga hier wel overheen springen. Ah. Ja, mooi. Dat voornemen was er in ieder geval. Ja, lukt het wel. Ja. Yeah. Ik probeer die tijd goed te maken, dus dat gaat hem helemaal worden hier. Wow, oh, nice. kut. Oké, kut. Ik spring er nog wel op. Nee. Klote. Oh. Ja, ik ben een beetje in paniek. Oh, geen frontflip doen hier. Oh. 360 van style. 360 no scope. Ja, hier kan ik wel een backflip doen, hè. Oké, ik probeer wel in één keer door dat gat heen te gaan. Wow. Oh, kut. Yeah, boy. Jij gaat echt nog erger dan wij. Nee, echt, hè? Je gaat echt heel slecht. Ja, dit wij schamen ons alle diep. Goed, ik heb mijn vorige ronde gewonnen, dus ik ja, ik ben Tom. Ja, oh ja, maar dat is ook weer typisch Tom. Ik heb één keer gewonnen, dus ik kan nu lekker dus, een loser zijn. Ja. Wie liever style, man? Oh. Ja. Iedereen gaat heel slecht. Ja. Echt het makkelijkste stuk van de race, weet je wel. Gewoon een beetje op en neer. Ja. Ja, maar je hebt wel. Ik ga het goed maken. Ja, maar je hebt een Xbox Pro controller, hè? Ja, dus je moet extra snel kunnen. Ja, en ik stel het in op mijn middelvinger. Ja, op mijn middelvinger. Ja, precies, zo'n extra trigger. Ja, dus gewoon continu macro toetsen. Okay. Op de meta. Oh shit, ik ga Ricardo nog beaten. Nee. Oh boy, Doe ik doe nog een beetje wippen. Fuck yeah. Oh, oké, okay, tweede. Doe ik het voor. Schijt. Nee, want hij kan gewoon fietsen. Maar dat jij dat nou nog hebt, Daan. Wow, snap. Oké, kijk. Ik ga even laten zien hoe je GTA Online speelt. Want ik weet wel dat heel veel van deze gasten dus echt totaal niet snappen. Maar dat maakt niet uit. Ik respecteer het wel. Ik dacht, het gaat over ballen. Als je een zijflip doet, dan ga je ook helemaal opzij. Ja, ja, maar dat is een betere lijn ook. Zie je dat? Kijk. Oh ja. Die camera ook. Die camera gaat fantastisch. Hup. En nu kan ik zelfs de eerste speed ding pakken. En hoe raakt hij dat? Nee, maar niks aan de hand. Weet je wat voor de tijd? Ja. Hoezo? Ik heb toch net ook mooi gestunt? Ja, mooier dan jou. De stijl voor. Oh ja. Die salto's die ik net maakte waren niet mooi. Oké, okay, ik doe niet grapje. Ja, nee, ik wil toch te graag winnen, want ik ben de afgelopen twee keer al de loser geweest. Mag je uit, ik ga je verstellen. Oh, shit! Woehoe! Ik ben die artiest. En hier gaat hij falen. Kijk hem falen, ik vind het wel een heel groot woord. Oh, kut, dit is wel echt heel kut. Oh, wat is remmers? Hier, kijk mijn salto's maken dan. Oh, oké, okay, niet te veel. Kijk mijn bescheiden zijn. Hij is de enige die het gat niet wist. Wow, is zijn moeder ook. Weet je, ga je ook? Nee, ik ga hier niet zitten stunten, want het kan hier helemaal niet. Bijna. Ja, klein wheelie kan wel. Hij is wel een grote tijdsprong hier. Klopt dat die hoofdbeweging erin zat. Nice! En nog een stunt. Come on! The homegirls tell me I'm the shit. I break them off. Zag wel een andere outfit. Ja, doe jij maar lekker alsof je special snapt. Evil Knievel, man. Welcome to Jack. Maar nu ben je dus al je kruid aan het verschieten, merk ik. Waarom? Als je nu al op adem bent, dus je bent straks eerder moe. En je hebt geen dope ingeslikt, dus hebben we net. Moesten net allemaal plassen. Heel gek, Daniel ging meekijken. De veiligheid.
Akeo, ik denk hij duikt wel face first into die ballen, maar... Nee. Akeo gaat ook echt voor de tijd. Akeo, ik wil koffie, is dat je herhaal? Is het te bedoelen dat we hem ook in het spelletje een beetje disrupt of niet? Mag dat niet? Eerst doen en dan vragen. Ik heb het idee dat jij veel langzamer gaat. Ja. Alsof mijn pak. Dat pakje versloopt. Kijk hoe langzaam ik ga. Je gaat super langzaam. Je gaat EC. Het is geen dynamisch pak. Waarom ga ik zo langzaam? Je moet ook naar voren drukken. Dat doe je nu pas, nee. Dat krijg je van de norm. Ik doe het de hele tijd. Net mooi. Oké, stop maar. Ik ga echt niet. Nee, hè? Nee, maar best het item nog niet meer. Stop maar. Mooi. Oké, ja. Hey, ja, ik denk dat ik de langste tijd ga halen. Nee, langzamer dan Daniel kan haar zien. Oh, nee, Ricardo. Ik denk het wel, het was Ricardo die het langzaam. Dat pak heeft een andere aerodynamica. Ja. Ja. Ik ben vrij veel. Nee, maar echt, ik ging er zoveel langzamer door. Ja, hij zei wrijving. Hij staat tegen, hij wrijving. Nee, ik zit al 2 minuten 15. Dat gaat compleet fout. Ik ga je had net nog hoop, ja, echt? Ik denk dat... Ik kom niet tot de conclusie. Denk niet dat het gaat lukken. Dat kun je ontschatten. Hij heeft best wel wat ingelopen, volgens mij. Oh, ik ben nog sneller. Ja, echt, hè? Ja. What the fuck? Wij zijn derde. Oh, dat valt nog mee. Dat valt heel erg mee. Jesus. Oké, daar heb je het. Dat was Peters eerste overwinning. Want met 2 minuten 14 is hij gewoon de snelste motherfucker op een BMX onder ons. Hadden wij ook niet aanzien komen. Maar goed, anyway, dat was Challenge Accepted voor deze week. Heb je een leuke challenge voor volgende week? Iets geks in een nieuwe game, oude game? Maakt niet uit. Iets met tech mag natuurlijk ook. Bedenk iets leuks, want wij zoeken weer een nieuwe opdracht om aan te gaan. Dus without further ado, ik was Tom voor Gamersnet.nl. Kom volgende week weer terug. Of in de tussentijd hebben we ook heel veel andere leuke content. Challenge Accepted, out.